Deze lappendeken aan akkers en veldjes ligt er nu rustig bij. Maar dat was niet altijd zo. Ooit stonden boeren hier lijnrecht tegenover de ME. Tot de tanden bewapend met stokken, trekkers en brandbommen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Het antwoord op die vraag ligt ergens in die lappendeken verscholen. In deze serie kijken we op een nieuwe manier naar het oosten. Welke verborgen verhalen schuilen er in het landschap die alleen aan het licht komen als je er vanuit een ander perspectief naar kijkt? Welke geheimen zijn er te ontdekken als je kijkt vanuit het perspectief van een vogel? In het begin van de 20e eeuw is de landbouw in Nederland flink aan het moderniseren. Spierkracht veranderde in stoomkracht en zodoende moest ook het landschap veranderen voor deze nieuwe machines. Het doel was om Nederland zelfvoorzienend te maken, zodat er voldoende eigen voedsel verbouwd kon worden om een tweede hongerwinter te voorkomen. Dat betekende dat de verdeling van land op de schop moest. Maar toen de plannen openbaar werden gemaakt, bleek de verdeling niet altijd even eerlijk. Vooral de eigenzinnige Twentenaren zagen niks in de plannen. Dus kwamen ze in verzet. De protesten liepen zo erg uit de hand dat de ME erbij moest komen. Boeren gingen de politie met brandbommen en giertanks te lijf. Het zorgde voor een enorme verdeeldheid. Sommige boeren gingen wel akkoord met de herindeling, waardoor families soms lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. En zo kan het dat die eigenzinnige boeren toch een beetje hun zin kregen. Waar de rest van ons land met de liniaal is strak getrokken, kun je, als je goed kijkt, de strijd nog terugzien in de lappendeken van Twente.